De 37-jarige Rob Kems, bekend van televisie en als zanger van de Snollebollekes, heeft een topjaar achter de rug. Naast zijn vele optredens in het land, is hij ook druk met televisie maken. Zo begint hij vlak na de jaarwisseling met het programma De 10 Vragen, waarin hij een serie bekende Nederlanders interviewt. Het gaat hem voor de wind, meldt de onderzoeksredactie van Weekblad Party. Hoewel Rob Kems de laatste tijd ook een beetje last heeft van tegenwind, beginnen de successen waarmee hij zichzelf op de kaart heeft gezet, zich uit te betalen. Al met al zal Rob het nieuwe jaar toch breed lachend inluiden. De Party wijst erop dat Rob's tv-maatje Matthijs van Nieuwkerk plotseling een soort persona non grata is geworden en dat hij zelf ook al negatief in het nieuws kwam vanwege allerlei nare woede-uitbarstingen. Het helpt vooral mee dat Rob niet langer op de loonlijst van de Snollebollekes staat, legt Party uit. Tot voor kort stond Rob nog op de loonlijst van de act Snollebollekes. Maar omdat de man die het nummer heeft ingezongen niet verder wilde gaan met de Snollebollekes, vroeg men aan Rob of hij het zelf aandurfde. Het blad vervolgt: toen Rob nog op de loonlijst stond, verdween het grote geld niet in zijn zakken, hij verdiende er niet zoveel aan. Maar dat is nu duidelijk veranderd. De Party heeft de jaarcijfers van zijn twee bedrijven bekeken. In een paar jaar tijd is het totale eigen vermogen van de twee bedrijven gestegen van €140.000 naar €802.000. Dit vormt het bewijs dat Rob nu op eigen benen kan staan. Verder woont Rob in een vrijstaande woning van €740.000 en daar zit ook nog een paar ton overwaarde op, weet het blad. Rob Kems is dus hard op weg naar de status van miljonair en zal op oudejaarsavond ongetwijfeld een fles champagne ontkurken om dat succes te vieren. Thank you.